SOSAVO weerspreekt valse berichtgeving uitbetaling AKB. Er circuleert op social media een bericht waarbij wordt aangegeven dat de uitbetaling van de algemene kinderbijslag in Paramaribo op 13 augustus 2019 zal aanvangen. Deze berichtgeving is onjuist en is niet gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. Dat zegt Monche Atompay, coördinator dienstadministratie uitbetaling sociale voorzieningen AUSV. Wanneer de uitbetaling start en in welke gebieden de aanvang gemaakt zal worden, zal het ministerie de samenleving vroegtijdig informeren. Atompay roept de samenleving op om te wachten op de juiste berichtgeving vanuit het ministerie van Sociale Zaken en niet af te gaan op valse informatie. De boodschap.today.